De stad was van ons en het moest anders allemaal. En al die hetero stereotypen, want dat moest weg. Je moest niet man, vrouw, kind, huisje. Nee. Zij komt. Dat was het eerste waarmee we op straat gingen. Waarmee wij de stad van ons gingen maken. Het is heel erg prettig om dat waar je je boos over maakt en waarvan je denkt dat het onrechtvaardig is, om je daartegen te verzetten en dan ook het succes te boeken. Ja, we liepen er met grote spuitbussen, die had ik zo omgebonden, weet je wel, spuit op de muren. Het lesbisch leven werd ook gewoon veel leuker en aantrekkelijker, want je kon gewoon overal naartoe. Ja, we willen niet zijn zoals onze moeder, weet je. Wij willen actie voeren, wij willen niet in die ongelijkwaardige situatie zien. Dat was echt dat hele ja, actievoerige van die tijd. En dan schilderden we, we ain't got it easy, but we've got it, lesbian nation. En dan drie vrouwentekens zo aan elkaar. We waren gewoon utopische idealisten, maar tegelijkertijd voelden we ons ver verheven boven wat er was. Je moet je voorstellen dat er in de jaren, nou ja, eind jaren 60, er was wel de seksuele revolutie, hadden we net zo'n beetje gehad. Maar dat was een seksuele revolutie voor mannen. En de vrouwen deden eigenlijk helemaal niet mee. En vrouwen waren er niet, waren niet zichtbaar. Vrouwen speelden eigenlijk helemaal geen rol. Maar ik herinner bijvoorbeeld ook nog, als je met twee vrouwen ging eten in een restaurant in 1969... kreeg je het lulligste tafeltje en werd je heel slecht bediend. Dus een vrouw alleen, dat was niks. En twee vrouwen samen, nou, dat was ook niks. En vrouwenvriendschappen werden ook gezien als leuk kletsen en shoppen. Maar dat je het met twee vrouwen over iets substantieels zou kunnen hebben, of een mening zou kunnen hebben over de politiek, of dat je überhaupt de krant goed las en daarover wilde discussiëren, dat was allemaal niet. En het is heel moeilijk om je dat nu voor te stellen, maar ik kan het me nog heel goed herinneren. Wij zijn allemaal opgevoed met het idee dat wij echtgenoten en moeder zouden worden. En dat was gewoon de rol voor iedere vrouw. Meisjes en vrouwen waren nog zo gesocialiseerd in aanpassen. Jij hebt niks te zeggen. Je moet een carrière maken van je deugdzaamheid, je gehoorzaamheid en je braafheid. En niet van je ideeën of wat jij nou eens zou willen. Dus jouw mening kwam altijd achteraan. En het feit dat dat aan de orde werd gesteld en dat je je af ging vragen van waarom eigenlijk, is dat niet een hele beperkte manier van tegen het leven aankijken? Alleen maar als echtgenote van en als moeder van, hebben vrouwen niet een eigen rol? En dat is door MVM en Dolomina. Die hebben dat in eerste instantie aan de orde gesteld. En daarna kwam eigenlijk het bewustzijn over het feminisme. Vanuit Dolomina is er eigenlijk altijd actie gevoerd voor een goede abortuswet. Het recht voor vrouwen op een veilige abortus. Ik ben daar actief in geworden, eigenlijk vanuit Dolomina. Van politiek gezond het leidbaar volk. Geen compromissen, de vrouw moet beslissen. Geen compromissen. Er waren heel veel verschillende vrouwen vanuit verschillende richtingen waren daarbij betrokken. En bij Vrouwen Eisen was een platform. Het was eigenlijk de eerste keer dat er zoiets weer werd opgezet. Een platform van vrouwen van allerlei verschillende achtergronden en ook politieke partijen. Dus het was bijvoorbeeld de Rode Vrouwen van de Partij van de Arbeid en de CPN-vrouwen. Ze zaten daar samen in. Dat was heel bijzonder, want die spraken eigenlijk niet met elkaar. En dus ook ongebonden types zoals ik en Selma Leidersdorp.
Het was een samenwerkingsverband om de politieke druk hierover te kunnen opvoeren. En dat heeft Wij Vrouwen IJs ook gedaan. Die heeft echt heel actief gelobbyd. Nou ja, en demonstraties georganiseerd, maar ook in de Tweede Kamer heel erg gelobbyd. Daar heb ik eigenlijk geleerd hoe dat werkt, lobbyen. Dat je dan bij iedereen langs moet. En dat dan blijkt dat geen enkel Tweede Kamerlid snapt waar je het over hebt, omdat ze niks weten. En dat je ze dan dus informatie moet geven. En dat ze het dan wel begrijpen. Ik was getrouwd en ik was niet gelukkig. Toen ontstonden de praatgroepen. Ik ben in een praatgroep gegaan. En eigenlijk kwam er toen een bewustwording op gang. Ook door al die discussies, door alles wat je van anderen ook hoorde, door wat ik las. En die bewustwording ging over het conventionele vrouwbeeld, waar iedereen, elke vrouw, aan moest voldoen. Wilde ze normaal worden gevonden of opgenomen worden in de maatschappij. Ik vond het fantastisch eigenlijk in die begintijd. Het was zo'n nieuwe inzichten, nieuw elan wat daar geboden werd. En ik voelde me heel vrij, vrij worden eigenlijk in die begintijd. Wij begonnen dus die groep, die heette Purpermien. En dat was een groep van 15 lesbiennes. Het was ontzettend leuk. We hebben een jaar lang hebben die praatgroep gedaan. Nou, dat was, ja, iedereen vertelde inderdaad van hoe je leefde, wat je wilde. Ik leefde met mijn eerste geliefde, een vrouw. Maar wij imiteerden toch wel een beetje het heteropatroon. Dus met andere woorden, ik zat onder de plak en zij was de baas. En mijn vriendin die zag dat helemaal niet zitten, dat ik naar die praatgroep ging en dat ik ontdekte dat mijn mening misschien toch wel even belangrijk was dan die van haar. Maar goed, ik had echt een vrouwenprobleem in de zin van heel erg braaf, heel erg aangepast en een carrière maken van aardigheid. Hè? En bovendien stotterde ik heel erg en ik was ook nog verschrikkelijk verlegen. Dus ik had wel het een en ander te ontdekken over mijn trots en mijn identiteit, mijn waardigheid en mijn mond open doen, letterlijk en figuurlijk. Dus, ik scheidde van mijn eerste geliefde. En in die eerste groep waren er heel veel andere mensen die ook hun partner verlieten of gingen studeren of gewoon beslissingen namen die beter waren voor hun eigen leven. In die tijd kwam ik ook tot de ontdekking dat ik meer op vrouwen viel dan op mannen. Dus geleidelijk aan ben ik zo geradicaliseerd. Is nu een woord wat je eigenlijk niet kan gebruiken. Maar dat was wel het proces waarin ik en heel veel anderen mij bevond. Dus het ging via een soort mentale bewustwording. En ook omdat er in die context, in die hele sociale context, was er ontzettend veel in beweging. Dus dat zette ook aan om uit het conventionele huisje te kruipen en te kijken wat er nog meer mogelijk was. Toen had je nog cafés in Amsterdam waar je als vrouw niet aan de bar mocht zitten. Alleen prostituees zaten aan een bar. En toen hebben wij een actie gemaakt. We vonden het echt bespottelijk dat je niet aan de bar mocht zitten. Hoe is het afgelopen? Dat krukrecht is er gekomen daarna. Ja, we hebben toen kranten gebeld en stonden ze allemaal fotografen buiten. En we kregen daar echt wel. Dat kon toen nog. Dan kon je een krant bellen en dan kreeg je journalist. Ja, dat feminisme schiet niet op als die heteronorm onbesproken blijft. Dus als het soort fundament van, we moeten allemaal hetero zijn. Terwijl voor een vrouw, het zitten heel veel nadelen aan. Je trekt toch in een heleboel dingen aan het kortste eind. En dat mannen de privileges hebben, dat zit helemaal erin gebakken. En heteroseksualiteit heeft eigenlijk minder met seks te maken. Het gaat helemaal niet over seks. Het is gewoon een systeem om macht te distribueren. En toen wilden wij actie gaan voeren en toen wilde niet iedereen meedoen. Die hadden zoiets van, hé, we gaan geen demonstraties houden of muren vol kalken.
toen had je een Palestijnse terreurorganisatie, die heette de Zwarte September. Die had net de Olympische Spelen verziekt, mensen vermoord. Het was heel schokkend. En wij wilden de zaak flink op stang jagen, dus wij noemden onszelf de Paarse September. Omdat natuurlijk lila, dat was de homokleur, en we heten al purpermin. De symboliek ervan, dat gebruikten we alleen maar om de kachel aan te maken, zeg maar. Maar we hebben ons nooit, we hebben ook nooit nagedacht, zelfs maar, om fysiek geweld te gebruiken. Oktober 1972. Dit is het eerste nummer van Paarse September blaadje, wat wij schreven. Dit is Stephanie de Voogd, in het midden Maaike Meijer, dat ben ik, en Noor van Krevel. We hadden gewoon zin om de pleuris uit te laten breken. We waren gewoon heel ongeduldig. We vonden dat die feministen ontzettend aangepast waren en absoluut niet tot de kern van de zaak doordrongen. We vonden niks in die linkse beweging. We vonden de COC, stellen ze zeikers. Wat Paarse September als een van haar eerste acties deed, was een vergadering bij elkaar roepen van alle vrouwelijke leden van het COC om over feminisme te praten. Want wat wij heel erg wilden was het lesbisch bestaan uit het verdomhoekje, hè? Van zielig, de boot gemist, lelijke vrouwen, mannenhaters, nou ja, noem maar op. Ik dacht, ja, dat lesbisch bestaan is geen probleem, maar het is een oplossing. En daar moeten we het met de lesbiennes in het COC over hebben. Nou, toen riepen wij die vergadering uit, maar toen die vergadering begon, toen kwamen er allemaal mannelijke bestuurders en die zeiden, wij willen hierbij zijn. Toen zeiden wij, dat zal niet gaan, want het is alleen voor vrouwen. En toen mocht dat niet. En toen zeiden wij, dit is de heteronorm. Vrouwen mogen niks doen zonder mannelijke bewaking. Het COC is ook van ons. Wat kom je hier doen? En jullie zijn net zozeer in de ban van de heteronorm als ieder ander. En homoseksuelen zijn daar dus blijkbaar geen uitzondering op. En daar blijkt uit dat heteroseksualiteit niets met seksualiteit te maken heeft. En alles met macht en met een maatschappelijke ordening. Toen hebben wij gezegd, nou, als dit niet kan, dan zeggen wij nu met z'n allen ons lidmaatschap op. Er is rondom Paarse September verschrikkelijk veel publiciteit ontstaan, vanaf het eerste moment eigenlijk. Er is ook verschrikkelijk veel mythevorming om ontstaan. Een van de meest bekende mythes is dat je, als je echt feministisch bent, lesbisch moet worden. Nou, dat is iets wat dus nooit door ons gezegd of gepropageerd is. En een andere mythe was dat wij mannenhaters waren. Terwijl wij steeds eigenlijk ook daar heb ik het gevoel dat de werkelijkheid omgekeerd wordt. Wij ervaarden aan de lijve dat we gehaat werden. En we vroegen ons af wat dat betekende voor onszelf. Het was een denktank. De actie bestond uit het uitdenken van een theorie die provocerend was. Ja. He, waarvan dan, wat er dan overbleef was de leus van lesbisch als politieke keuze. Die natuurlijk idioot is. Het slaat natuurlijk nergens op. Behalve als je het uitlegt. Ja. Dat je, als je lesbisch bent, dat kunt politiseren. Dus lesbisch zijn is politieke keuze. Dat was de slogan. Ja, en toen dachten ze echt, ja, maar wat krijgen we nou? Lesbisch zijn, daar kan je toch niks aan doen? Je wordt zo geboren, er valt niks te kiezen. Nou, en dat wensten wij te betwijfelen. We zeiden, dat is nou precies de ideologie waarin wij worden gesocialiseerd. En we hebben daar allemaal gewoon geen zin in. Dus we zijn niet alleen maar lesbisch vanwege seksualiteit, maar we zijn lesbisch omdat we gewoon vrij willen zijn. Autonoom, onafhankelijk. Nou, ze waren ook een denktank.
Ze waren alleen een hele agressieve denktank. Maar het was, ik bedoel, wat ze zeiden en waar het over ging... dat ging erover dat, dat de hele maatschappij uit een vanzelfsprekendheid heteroseksueel was. Maar niet alleen heteroseksueel, maar dat ook betekende dat mannen eigenlijk de dienst uitmaakten. En dat iets was wat zij aan de orde stelden, of dat nou wel zo logisch was. En of dat niet anders en beter kon. Ja, nou ja, dat was eigenlijk een uitstekend standpunt. Toen wij in 1973 het vrouwenhuis kraakten, en dat was een groep van, ja, een stuk of, voor zover ik me het allemaal herinner, een stuk of 10, 12 vrouwen, die met een keukentrapje werken of de Nieuwe Herengracht liepen en daar een raampje gingen openmaken. Volgens mij zijn we gewoon door het benedenraam gegaan, gebroken en erin gegaan. En toen kwamen we binnen en het was een oude technische school, dus het rook er ernstig naar... olie. En het was enorm. Er waren, weet ik, 4 verdiepingen. Wel 20 meter breed. Echt, het was enorm. Het zalen. We hebben dus de hele zomer van 1973... hebben we de Nieuwe Herengracht 95 bezet gehouden. Dus er waren heel veel vrouwen bij betrokken. Hè. Dat wisselde elkaar af. Want er werd geslapen. Er werd gewoond. Er kwam natuurlijk in de krant dat we dat gekraakt hadden. Dus ik kreeg ontzettend veel aanloop. Allemaal vrouwen die van heinde en ver kwamen ze overdag aanlopen. En zo langzamerhand begonnen we het een beetje in te richten. En ja, toen snapten we dat je moest vergaderen. En dat je gezamenlijke beslissingen moest. Want dat wisten we. Ja, je weet dat helemaal niet. Nu weet iedereen dat wel. Maar toen wisten we dat echt niet, hoe je dat nou eigenlijk moest doen. Het was eigenlijk voor het eerst dat er echt een plek was waar het duidelijk was dat het alleen voor vrouwen was. En waar mannen niet mochten komen. Dat vind ik namelijk zo'n rare omdraaiing, dat het dan altijd weer over gaat dat die mannen er niet mochten komen. Maar de hoofdzaak was dus dat het alleen voor vrouwen was. Ja, dat waren een socialistische groepering, dus echt hele politiek bewuste groeperingen. En ook groeperingen die alleen maar een vrijer leven wilden of een andere cultuur wilden of zich... We wilden bemoeien met we gaan gezond koken, maar dat soort. Die bonte was zat erin. Er zaten groepen in die zich bezighielden met seksualiteit, vrouwelijke seksualiteit tegen vrouwen zelfverdedigingscursussen. Er zaten de Vosvrouwen zaten erin. Wat was Vos ook weer? Voskus betekent vrouwen oriënteren zich in de samenleving. En de andere pool is het feit dat jullie een Voskursus volgen in het vrouwenhuis. Dat is natuurlijk ook erg bijzonder, omdat meestal Voskursussen gehouden worden in buurthuizen en dergelijke. Die niet direct iets te maken hebben met vrouwenbeweging en dergelijke. Wat een vrouwenhuis wel is, want het vrouwenhuis is een van de resultaten vanuit de vrouwenbeweging. Vrouwen in de overgang. Timmervrouwen, tuingroep was er ook nog. Tuingroep, oh ja. Het hele gemengde, hele diverse groepjes zaten er, vonden elkaar eigenlijk in dat vrouwenhuis. En dat was ongehoord, want al die vrouwen die organiseerden zich op hetzelfde, namelijk hun vrouw zijn. En dat was nog nooit eerder in de geschiedenis gebeurd. Overal zo'n beetje aan snuffelen, rondkijken, maar dat strenge, dat vond ik me helemaal niks. En toen zochten ze mensen voor de bar. Dus dat leek me wel leuk, want dan kom je met iedereen in contact. Toen ging ik met deze werk op de donderdagavond. En toen hebben we ons toegelegd op muzikantes. Die uitnodigen. Elke donderdag was een jammen. Zeg maar de bonte wassers en zo, degene die echt strijdvaardig waren en fel. Ja, die vonden ons maar consumptiefeministen. Dat wij er alleen maar kwamen om lol te maken, muziek maken, dat namen ze niet echt serieus. Terwijl het voor heel veel muzikanten hartstikke leuk was, want ja, het was moeilijk om in een bandje te komen. Het was allemaal jongensgedoe, dus dat was fijn. De bonte was, dat was eigenlijk een lesbische groep. Die echter helemaal geen werk maakte van hun lesbisch zijn. Dat was eigenlijk marxistisch feministen. Dus het hebben over seksisme, ongelijk loon, moederschap, discriminatie. En dan wilden ze dat de lower class vrouwen, arbeidersvrouwen zich bij hun aansloten. En de boeken die ze daarover, die ze schreven, die richtten zich ook
op die andere vrouwen. Dus niet op hunzelf. En dat zagen wij, ja, wij kozen een andere weg. Consumptiefeministen noemden ze ons. En we hadden een groepje, er stond er wel een sofa van de straat gehaald, een oude sofa. En waar we dan op rondhingen. En dus wij noemden ons de sofisten. En we gingen ook braaf naar de huisgroepenvergaderingen, hoor. Want die waren vaak en dan kregen we weer op ons donder en dan weer dit en dat. Er waren allemaal discussies, alles was heel politiek. Het ging heel erg over strategieën, hoe je dingen aan ging pakken. En ook over hoe je weer een nieuwe actie ging. Er werden ontzettend veel acties gevoerd. En in het vrouwenhuis werd dat besproken, beraamd. Er werd er ook de ruzies over gemaakt, want er was ook een forse ruzie. Wat ik wel weet is dat het behoorlijk heftig was. Ja, heel heftig was. En dat er altijd een groep vrouwen was die zich afzette eigenlijk tegen alles wat er, weet je, ook maar enigszins riekte naar gevestigd of naar bestaand. Dan waren wij heel heftig en heel gemotiveerd aan het discussiëren over God mag weten wat voor belangrijke onderwerpen. En dan ging die deur van die discussieruimte open en dan kwam die sofaband binnen met zulke toeters van joints. En die ging dan in de hoek zitten en alles wat wij zeiden, weet je, werd weggelachen of weggehoond. Nou, des duivels waren wij natuurlijk, maar nu achteraf is het natuurlijk ontzettend leuk. Dit ging Maria's. Ik hoorde van die rechtszaak tegen die vrouwen. Maar die hadden gezamenlijk een boek geschreven over hun innerlijk, hun belevenissen, hun leven, hun gezichtspunten, hun gevoel. En daar was nog die regering, die foute regering. Dus die dames werden vervolgd. Want die hadden porno verspreid. En die kregen dus een rechtszaak aan de broek. Ik dacht, wij gaan naar hun ambassade. En we laten via hun eigen ambassade weten dat Nederland tegen het veroordelen van de drie Maria's is. Wij vonden dus dat dat niet kon, wat dan ook. En Kasperger zei toen, nou, we gaan gewoon die ambassade bezetten. En dat, ja, ik vond dat een geweldig idee, dat je dat gewoon kon gaan doen. Nou, hoe bereik je de elite van Portugal? Nou, via de ambassade. We zijn ter plaatse wezen kijken. Arina had een grote bus met ruimte voor veel mensen erin. En we hadden dus dat busje uitgetekend in het vrouwenhuis met stoeltjes of zo, weet ik het. Dan zaten we dus in dat busje. En als we dan die straat daarin reden, dan moesten we allemaal down gaan in dat busje. Dus dat was een leeg busje. En dan had ik een draaiboek gemaakt van dat. Ik had ook van tevoren bekeken hoe het zat. Het gebouw was zoals deze tafel. En aan de zijkant was een straat. En toen had ik dus uitgerekend dat als we ons nou daar opstelden in die straat en eentje ging aanbellen, dan zou de deur open gedaan worden. En dan zou die hele sliert in één keer naar binnen, de rups noemde ik dat, naar binnen kunnen gaan. En dan ging Rita naar de deur. En want Rita sprak het netste Nederlands. En dat was echt een keurig typje om te zien. Dus Rita belde aan en die zei, ik wil graag, oh, ik weet niet meer wat ze zei, maar zo. En in de tussentijd kwamen wij er zo aan, vanuit om de hoek. En glipte naar binnen. Wij gingen in die ambassade met een spandoek en daar stond op de drie Maria's vrij of zo. En wij willen met de ambassadeur spreken. En toen kwam de politie. En toen zijn we allemaal naar het bureau gebracht. En dat was ook heel spannend. Toen hebben we dus op dat politiebureau in Den Haag gezeten. En toen hadden we les gehad in hoe je dat dan moest doen. Dat je niet je naam en adres moest zeggen. Dus dat zeiden we ook allemaal niet. Mm-hmm. En dat voelde heel stoer. En dat heeft uren geduurd. En toen zijn we vrijgelaten. En dat was het. Maar inmiddels was daar die half-fascistische regering ten val gekomen. Daar heb ik zelf geen hand in gehad. Maar dat maakte het wat minder spannend, want de straffen zouden daardoor ook lager zijn uitgevallen. Ik geloof dat ze zijn vrijgesproken, maar wij hebben daaraan bijgedragen. Ja, voordat de film begint wil ik jullie nog iets vertellen over Sinemien, die deze film aangekocht heeft. We zijn een vrouwencollectief. En we kopen films aan die gemaakt zijn door vrouwen. En we konden eigenlijk starten omdat we een subsidie hebben gekregen vorig jaar van het Comité van het Jaar van de Vrouw.
Ons doel was om als vrouwengroep een actieve rol te gaan spelen in de film- en mediawereld. We wilden meer en betere door vrouwen gemaakte films die de realiteit van het leven van vrouwen zichtbaar zouden maken en waarin vrouwen haar eigen mening naar voren konden brengen. En daarnaast wilden we ook strijden tegen het seksisme in films en televisieprogramma's. Er waren eigenlijk helemaal geen films, bijna niet gemaakt door vrouwen, althans niet in Nederland. Dus hoe deden we dat? Die haalden we ergens anders vandaan, voornamelijk uit Duitsland in het begin. Want daar had je een enorm aantal regisseuses met de namen als Margarethe van Trotta, Helke Sander, Ulla Stockel. Het zijn toch wel zeker van het eerste uur speelfilmmaaksters, maar er waren ook heel veel vrouwen die zeg maar de discussiefilms hadden gemaakt. Dit is de eerste film die wij aangekocht hebben, of de eerste film die wij eigenlijk in onze handen kregen. En dat is eigenlijk heel symbolisch, omdat deze film een film is waar de geschiedenis van de vrouwenbeweging in de Verenigde Staten in beeld gebracht is, vanaf ongeveer het midden van de vorige eeuw tot nu. En het leuke aan die film is, of het goede, is dat je ziet dat al de problemen die in die film bij Amerikaanse vrouwen dus een rol speelden, dat dat eigenlijk volkomen vergelijkbaar is met de situatie hier in Nederland. En daarom ook een heel bruikbare film voor ons was. We hadden een eentje, een grijs eentje, en daar zetten we de 16 mm projector achterin en dan legden we de films erbij. En dan reden we naar scholen of naar vormingscentra. En dan werd die film vertoond. Want hoe is altijd, dat was een van de eisen. We vertonen de film, maar er moet een discussie komen. En die discussie moet ook jongens en meisjes apart. Dan werd er geblazen en gedaan, waarom moet dat? Maar dan werd er uitgelegd dat het heel belangrijk was voor de meisjes om zonder jongetjes te kunnen praten over dat, weet je, wat voor hun belangrijk was. Of wat wij dachten dat voor hun belangrijk was. En andersom ook, de jongetjes ook. Die mochten ook hun mening geven. En ja, dat ging voornamelijk wel goed hoor. Het was erg leuk om te doen. De volwassenen, hoe reageerden die? Nou, dat was niet altijd even leuk. Dat eindigde ook wel eens een keer in een soort ruzie van mannen die de zaal niet wilden verlaten. En dan kon de discussie natuurlijk niet doorgaan. Het is overigens niet zo dat werd ook wel eens, er ging het waarde, het gerucht, volgens mij, dat weet je ook nog wel, dat ze de deur op slot deden. Dat ze er niet meer uit of niet meer in mochten. Nou, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Nee, het ging niet altijd even gemakkelijk. Maar als het eenmaal zover was, dan had het natuurlijk wel eigenlijk ook wel ontzettend effect. Want ja, het is natuurlijk het praatgroepeffect. En dat is natuurlijk niet zo bewustmakend als dat je met meerdere mensen een bepaald onderwerp behandelt waar je opeens bedenkt, hé, heb jij dat ook? Ja. Dat werkt. En het werkt 10 keer meer en dan ook nog met een film erbij. We waren dus zeer provocerend. En daar kwam reactie op. We waren niet populair hoor. We waren ontzettend doordrongen van de leugenachtigheid waarmee vrouwen bejegend werden. Dat is gewoon van alles werd aangepraat. Wat niet klopte. Ik had eigenlijk bij de Paarse September vaak het idee dat het ook bedoeld was als een soort peper in de kont van al die vrouwen die bezig waren om weer structuurtjes en bureautjes en secretariaatjes en dat natuurlijk ook iets, dat kon ik me wel voorstellen, iets beklemmends had en dat ze dachten en nou is klaar met dat gezeur en dat getut en dat voetje voor voetje waar wij toch mee bezig waren. Naar de deur van de heren op het binnenhof en oh, een voetje tussen de deur, hallo, alweer een verworvenheid. En dus ja, dat, ik bedoel, op een bepaalde manier bekeken. Alleen, ik dacht dus dat het niet helemaal serieus was. Misschien was het wel bloedserieus. Nou, in beide gevallen konden we er niks mee, behalve het lezen. Ik heb ze nog gestenseld. Op het Instituut voor Neerlandistiek. En ik had ook zelf, ik was tolerant naar hun humorloze drammerij. Maar ik wist wel dat ze ook goud in handen hadden. Want het was echt, dat radicaal feminisme, dat was echt fantastisch. Dat kon ik zien. Dus ik steunde het wel, maar ik vond het niet gezellig. We werden in elk forum uitgenodigd. Want wij zorgden altijd voor vuurwerk en
promotie. Omdat we het over die heteroseksualiteit als instituut hadden. En over de politieke dimensie daarvan. En over de betekenis van lesbisch worden en zo. Nou, dat vonden ze allemaal prachtig. En, maar op een gegeven moment werden we daardoor ook ingekapseld. We begonnen een beetje de dorpsgek te worden. Wij waren altijd het gekste wat je kon bedenken. Ze dachten werkelijk dat we krankzinnig waren. Nadat de fase van jullie zijn knettergek achter de rug was, gingen ze denken, ja, God, er zit misschien toch wel wat in. Er werden ook plotseling zoveel vrouwen lesbisch om me heen, die tot dan toe gewoon heteroseksueel waren. Nou, aantal zijn dat gebleven, maar bij een aantal was dat meer een trend. Maar behalve dat sommigen het zelf deden, verwachten ze van anderen dat ze het ook deden. Iedereen moest dat eigenlijk doen, want het was, iedereen was dus echt in de war als hij nog heteroseksueel was. Ja. Nou ja, goed, ik vond het toch eigenlijk, als ik wel interessant, ik luisterde altijd wel goed naar. Ik probeerde me ook voor te stellen, eerlijk gezegd, hoe het zou zijn om lesbisch te zijn. Ik vond ook wel een aantal aantrekkelijke kanten hebben. Die dames die waren natuurlijk door de jaren heen wel steeds leuker geworden. Dat waren allemaal vaak wel hele mooie en intelligente. En dus ik vond het, ik werd het daarvan niet, maar ik zat niet te roepen van ik nooit. Integendeel, ik heb dat echt ook wel eens overwogen. Vrouwen werden dus door dat feminisme ook gewoon veel leuker. Namelijk gewoon veel zelfstandiger. Veel vrijer, veel vrolijker. Er werden ontzettend leuke feesten gehouden. Vrouwen gingen elkaar serieus nemen. Dat is de grote winst van het feminisme. Maar ik ben wel in die tijd, in diezelfde tijd, dat overlapte elkaar, dat was dan mijn richting, ben ik begonnen met de oprichting van Blijf van mijn Lijf. Het feit dat je ergens naartoe kon, dat was genoeg. En die naam deed heel veel. We kregen dus onmiddellijk veel aanloop. Hè. We hadden binnen een week hadden we geloof ik zoiets van 30 vrouwen. En nog een stel kinderen in huis. Ja, wij dachten op een gegeven moment, oké, we hebben ons punt nu wel gemaakt. En daarmee werd eigenlijk de ruimte geschapen. Dat ondertussen was er een hele grote groep jonge lesbiennes in Amsterdam. Die vond onze ideeën heel spannend en die wilde eigenlijk ook gewoon een meer open, grotere organisatie opbouwen. En die hebben gewoon gezegd, wij zijn Lesbian Nation, naar het boek van Jill Johnston. En die gingen gewoon een ruimte in het vrouwenhuis innemen om bij elkaar te komen, om te praten, acties voor te bereiden, feesten te vieren. En ook de debatten met de hetero-zusters voort te zetten. Maar dat ging altijd toch vrij moeizaam. De vrouwenbeweging had als slogan Sisterhood is powerful. Hè? Met z'n allen, wij samen zullen de macht gaan uitmaken. Maar op een gegeven moment kwamen daar scheuren in. Wij, de lesbo's, waren echt de voorhoede van al die bezettingen en de demonstraties. We waren dus eigenlijk in de meerderheid als voorhoede, maar tegelijkertijd waren we gedwongen om een minderheidsstandpunt in te nemen. Want de vrouwenbeweging moest ontzettend knokken om hun eisen, wij vrouwen eisen, om die op tafel te krijgen. En ze waren bang dat als zij gezien werden als een stelletje lesbiennes, dat ze dan werden aangemerkt als geen echte vrouwen, als een beetje afwijkende vrouwen, weet je wel, met rare eisen. Dat zo hun eisen van de tafel konden worden geswipt. Dus toen hebben we besloten om elke zondag bij elkaar te komen en te gaan praten over, nou, wat is lesbische cultuur? En wat betekent het om lesbisch te zijn in deze maatschappij? Er was helemaal niks, dus we moesten alles zelf ontwikkelen. En dat was ontzettend leuk. Het was echt een hele dynamische, tintelende tijd. Als je ontdekte dat je lesbisch was, dan veranderde de hele wereld voor je. En ik vond het heel belangrijk dat er rolmodellen kwamen en dat we zichtbaar werden. En dat gingen we dus doen. We gingen zichtbaar zijn. Toch een heel erg proud to be gay gevoel. Weet je, heel trots zijn op het gevoel dat je anders was. Een heleboel lesbiennes die er heel bewust voor kozen om, weet je, wij willen
geen kinderen. We gaan ons richten op de carrière. We gaan ons richten op actievoer. We gaan ons richten op het lesbisch zijn, op het anders zijn. Ja, voor sommige vrouwen was het een keuze, weet je. Of dat een natuurlijke gevolg van het feit dat je zo intensief met vrouwen samen bent. En in zo'n vrouwengemeenschap leeft en werkt. Dat eigenlijk heel... Ja, vanzelfsprekend is het niet het woord, maar wel heel logisch is, weet je, dat je ook op dat gebied, weet je, dat je ook relaties met vrouwen kreeg. En dat je dus ook seksuele relaties met vrouwen kreeg. Geldde dat voor jou ook zo? Ja, dat geldt voor mij. Het gold voor mij ook zo, ja. Ja. En voor jou, Nicolette? Nou, ik was al eigenlijk... In de wieg, hè? ik was al erg geïnspireerd door vrouwen, voordat het vrouwenhuis gekraakt werd, zullen we zeggen. Ja, ik weet wel dat het moeilijk vaak lag bij hetero vrouwen ook. Maar wat er in het vrouwenhuis zo de lakens uitdeelde, dat waren ook allemaal lesbo's, de bontewassers en de cineminers en ik zeg maar wat. Op het eerste vrouwenfestival, daar moesten we ons als lesbo's nog steeds extra manifesteren, want het was niet vanzelfsprekend. En Kasbergen had een marktkraampje en daar had een grote oma rieten stoel achter met kussentjes. En daar had ze had stickers gemaakt, Lesbian Nation, met van die paarse Amazone bijltjes, onder andere. En zij zat dan in die stoel achter dat kraampje en dan had ze bonbons, een schaal bonbons en een pistool. En dat was het. Verder niets. Ik werd pas vitaal toen ik lesbisch werd. Dat gaf het leven kleur. En toen ik nog feministisch werd, toen ik ook iets een beetje kon aanvallen op die koloniale blik. Er is niks leuker dan je dan te kunnen verzetten. Hoe hebben je ouders gereageerd? Oh! Top! Ik bedoel, topvraag. Mijn moeder die stopte met het nemen van belangrijke medicijnen. Dus die zag het leven niet meer zitten. En mijn vader sprak de historische woorden. Ik had je liever naar de kerkhof gedragen. Ik kreeg thuis, terwijl we zaten te eten, ik woonde in een woongemeenschap natuurlijk, dat hoorde er in die tijd bij. Toen kreeg ik een telefoontje dat dus de Bloemenhovenkliniek, de enige kliniek die we in Nederland hebben voor late abortussen, dat die door minister Van Acht, de minister van Justitie, gesloten zou worden. En toen zijn wij daar hals over kop met een groep, met twee auto's heen gereden. We stonden in de hal, we hadden zoiets van wat moeten we hier precies? En toen kwam er een rijtje mannen kwam langslopen. En wij dachten, nou ja, dit is het kennelijk, wat dan ook, hier moeten we achteraan. En die gingen dus dan een deur door, wij ook die deur door, maar met z'n achter, geloof ik. En toen kwamen we dus in de afdeling waar de patiënten, de vrouwen die geholpen waren, een nacht doorbrachten. Die zaten allemaal rechtop in bed te kijken. En er kwam onmiddellijk een verpleegster kwam ons vertellen dat we daar hier niet mochten zijn. Toen zeiden we, nee, dat begrijpen we wel, maar die mannen zijn hier ook. Wat komen die hier doen? Ja, die komen de behandelkamers verzegelen. En terwijl ze dat aan het uitleggen was, kwamen die mannen dat gangetje binnen en wij stonden net voor de deur. En toen vroeg een van die mannen, die vroeg van, dames, mag ik er even langs? Om die behandelkamer in te kunnen. En toen piepte ik. En het was echt piep hoor. Het was echt zo van, nee! En die man die keek heel verbaasd. En dat bleek dus de officier van justitie te zijn. En wij stonden daar gewoon. Ja, dat was toeval. En die zei toen van, oh. En die liep toen door. En toen was er dus plotseling een bezetting. En toen was dus de sluiting verhinderd. En nou ja, dat was een heel korte en succesvolle kwestie. En toen heeft iemand van ons heeft de ANP gebeld. Dus toen hoorden we om 10 uur hoorden we op de radio die aanstond dat de Bloemenhoven bezet was. En toen keken we elkaar aan en zeiden, dat zijn wij. En dat is, ja, dat is toen kwamen er heel veel mensen kwamen toen in, naar die kliniek toe uit Haarlem en omstreken. En toen werd het echt een nachtelijke bezetting. En toen is ook inderdaad die sluiting verhinderd.
Het heeft wel 10 weken geduurd, toch? Nee, dus daarna is het opgebroken. En dat is het ingewikkelde van zo'n verhaal. En toen is er 1,5, 2 weken later is het opnieuw gebeurd. Ja. Abortus is verboden. In dit land is een misdrijf. En dat geldt zeker wanneer het gaat om het verbreken van gevorderde zwangerschappen. Nu, hier worden in grote aantallen gevorderde zwangerschappen verbroken. Toen is het gewoon als een vuurtje rondgegaan. Echt fantastisch. En er gingen allemaal, vreemd genoeg, heel veel Renault-bestel. Dat zijn van die autootjes. Daar kun je ook achterin slapen. Je kunt er 6 mensen in proppen achterin. En het zijn echt actieautootjes. Ik had toen een baan als lerares in Den Haag. En ik pakte de trein van mijn werk naar Bloemenhoven. Ging daar actie voeren, even slapen. En dan ging ik weer terug naar mijn werk. Ik denk dat de lesbische vrouwen zich altijd heel erg met alle issues hebben bezighouden. En abortus hoorde daar ook bij. Abortus gaat over het recht op je eigen lichaam. En het recht om te beslissen over je eigen lichaam. Het is natuurlijk een onderwerp wat voor iedereen belangrijk is. En ik denk dat ook die lesbische vrouwen heel goed het snapten. Dat de rijkwijde van een issue. En ik denk, ja, lesbische vrouwen hadden gewoon heel veel te winnen bij een ander soort vrouwbeeld. Bij een vrijere manier van jezelf te laten zien. En ook om niet voortdurend hun seksualiteit te hoeven verstoppen. Dus in die zin was het voor hun van levensbelang om mee te doen aan wat voor actie op vrouwengebied dan ook. Wat we gevreesd hebben, maar diep in ons hart toch niet echt konden geloven, is verdomme weer gebeurd. Abortus is terug in de sfeer van de politieke koehandel. Voer voor de verkiezingen. Door het toedoen van de VVD is de jarenlange moeizame strijd voor legalisering van abortus afgelopen dinsdag in 1 klap ongedaan gemaakt. Vrouwen kunnen alles best wel heel goed zelf. Dus er kwam de knalpot. Dat was een garage die werd gerund door vrouwen. En die vrouwen waren dus ook automonteur. En dat is ook iets wat in die tijd nieuw was. En er kwam een drukkerij gerund door vrouwen. Dus het was ook dat hele idee van dat vrouwen onder elkaar. Maar het ook zelf konden en dat ook gingen laten zien. En ook geen zin hadden in de wijsneuzigheid van die mannen. En dus ook bijvoorbeeld een vrouwencafé. Café Eerst het Schaartje en later Café Serijn in Amsterdam. En de Heksenketel in Utrecht. Een van de belangrijke inzichten, denk ik, van het feminisme. Was niet alleen over de wereld, hoe de wereld in elkaar zit, maar ook dat eigenlijk de organisatie heel erg bedacht is door mannen en heel erg hiërarchisch is. En dat wanneer je het horizontaler organiseert, dus niet van ik vertel jou wat je moet doen, maar wij gaan met elkaar bedenken hoe het moet, en hoe je werkt, dat een veel betere manier van organiseren was. Dus het was bijna alles was collectief, was in groepen. En het was ook heel erg tegen de individuele verheerlijking van mensen. Hè? Want belangrijke politici, belangrijke mensen, belangrijke schrijvers zijn altijd individuen. Het ging nu veel meer om het collectief. Hoe kan je met elkaar een café runnen op een gelijkwaardige manier? Hoe kan je gelijkwaardiger met elkaar omgaan? En dat was ook een feministisch inzicht. Wij zaten bij Serijn, zaten we rond, dat was een ronde tafel, zat je met elkaar. En deels waren dat hele goede gesprekken over hoe we in het café moesten runnen. En deels was het ongelooflijk gezeur over welk glaasje precies, wat de maat borrelglaasje was, wat je echt niet collectief hoeft te besluiten. Soms gebeurden er dingen die ik niet begreep, er waren allemaal onderlinge emoties en dan barstte het los en... Ja, er waren allemaal meiden die hadden allemaal iets met elkaar gehad, weet je wel. Of
waren verliefd en zo. Dus dan kon je het over broodjes hebben of over koffie, ik noem maar wat. En dan kon het opeens losbarsten in grote emotionele taferelen. Dat vond ik wel grappig, maar ik begreep het vaak niet. Ik kon het niet echt... Ik kon het niet echt soms vatten. Wat is er nu weer, weet je wel? Dus wat ik deed was gewoon tekenen. De roosters maken voor de week erop. Dus dan kon je lekker met je pennetjes zitten en een beetje langs je heen gaan. Net als Henny Henriette, zat meestal naast mij te breien. Sokken te breien. Die had hetzelfde zo van laat maar. Zo. Ik zat in het groepje wat een vrouwenboekenwinkel oprichtte, Xantippe, die nou nog bestaat. Alle boekhandels die wij kennen, we wilden van lezen, we vonden literatuur belangrijk. Waren meer op mannen gericht en op een mannenpubliek dan op vrouwen. En de feministische literatuur die wij kenden, de lesbische literatuur die wij kenden, die haalden we zelf van vriendinnen uit Amerika, uit Duitsland, uit Frankrijk. Maar die was niet in de boekwinkels te krijgen. Dus wij wilden een plek maken waarin die literatuur en die theorievorming voor iedereen verkrijgbaar was. Zodat het hele gedachtegoed zich ook verspreiden kon over Nederland. Het zoeken en scheppen van eigen waarden en voorwaarden om te leven. Zo kunnen we onze werkelijke identiteit vinden. Onafhankelijk van het waardensysteem dat ons door de mannenwereld is opgelegd. Bravo. Nou, dat vind je eigenlijk ook terug. Dit was een van de eerste berichtjes. En hier staat ook onder andere, dankzij de vrouwenuitgeverijen, toen de boekhandels, is het met name voor extremere stromingen mogelijk geworden om ook hun opvattingen in gedrukte vorm te verspreiden. Ja. Volgende sheet. Ik denk dat de vrouwenboekwinkel een belangrijke plek was. Ten eerste was het een belangrijke plek om elkaar te ontmoeten, maar het was ook het is natuurlijk belangrijk dat je informatie kan krijgen, makkelijk kan krijgen. ...25 films per jaar brachten wij in de filmtheaters, los nog van zeg maar de films als documentaires waar er meer over gediscussieerd werd. En toen kregen we steeds meer een andere functie. Historische films, Italiaanse klassiekers. We hebben natuurlijk ook minstens 2 enorm grote gay en lesbien filmfestivals georganiseerd. We hebben ook films gedraaid op de vrouwenfestivals van de Melkweg. Kortom, de taak werd gewoon veel breder en die barstte als het ware uit zijn voegen. Iedereen werkte vrijwillig in de winkel. En ik studeerde toen nog en had een beurs. Dus ik had genoeg geld om dat te kunnen doen naast mijn studie. Maar op een gegeven moment niet meer. Ik moest gewoon iets verdienen. Ik heb toen geprobeerd om binnen de winkel die discussie aan te zwengelen van, nou ja, dus kunnen we elkaar niet gaan betalen? Nou, dat was eigenlijk no way. Het hoorde bij die hele opzet, het hoorde bij het ideaal van, ja, geld is vies. Kapitalisme, daar doen wij niet aan. Dus werk je vrijwillig in de winkel. Met Nimien? Ja. Jij heeft een ogenblikje? Nimien kreeg één salaris voor een emancipatiewerker. Nou ja, het stempel werd op mij gedrukt. En ik werd als eerste betaald. De rest, en allemaal heel lang vrijwillig. Ik was eigenlijk tekenlerares, dus ik gaf les op de vrije leergangen van de VU. Opleiding van tekenleraar. En ik had 1 zelfstudiedag en die ging helemaal op aan Cinemien. En de weekenden en de vakanties. Toen werd ik 35 en toen had ik zoiets van, ja, dit hou ik niet vol. Ik kan niet en die baan zo volhouden en Cinemien. Dus ik moet maar eens een keer gaan kiezen. En toen kon ik kiezen voor Cinemien, omdat 1985 is het kamerbreed in het parlement geweest. Elko Brinkman. En die was eigenlijk zelf helemaal niet ervoor om onze subsidie te geven. Maar goed, of het daarmee te maken had, weet ik niet. In ieder geval, toen hij uiteindelijk in zijn speech moest vertellen dat wij wel subsidie zouden krijgen, ging de hele speech, en het was nogal lang, ging over niet synoniem, maar synoniem. Dat was wel een beetje pijnlijk. Maar dat was nog niet genoeg voor iedereen. Dus toen denk ik dat we zo'n 3-4 mensen van de 10, 11 konden betalen. De
Dit is de eerste uitgave van Diva die in maart 82 van de persen van Virginia rolde. We hebben dat toen gevierd met een doop in Sarijn. De Diva kwam uit nadat we anderhalf jaar lang driftig hebben vergaderd. En als ik kijk naar de eerste uitgave en naar de artikelen die erin verschenen zijn. Een interview met Astrid Nijg. 10 jaar 7152 en het ontslag van een Belgische lerares, dan zie ik toch een heel braaf tijdschrift. Terwijl wij dachten dat wij tot de radicale sector van de lesbische beweging behoorden. Bij het ter persen gaan van de eerste Diva hadden wij een presentatie georganiseerd met hulp van een van onze vrijwillige professionele PR-vrouwen in het Binnenhof. Dat leverde veel publiciteit op in de mainstream en het leverde nog iets veel mooiers op, namelijk een brief van de advocaat van de Viva, die ons sommeerde onmiddellijk een nieuwe naam te kiezen. Nou, leuker kun je het niet hebben. Wij vonden het jammer dat er geen rechtszaak van is gekomen. Binnen een jaar had de factie in Diva, die meer was voor het verkennen van grenzen en het promoten van mainstream iconen in een heel ander verband, had toch wel de overhand gekregen. En dat leidde tot deze cover met als ondertitel Bad Girls and Sad Girls. Dit waren Anja en Bernadette. Toen nog een setje. Ja, dan komen we bij het laatste Diva-nummer. En daarmee nemen wij in maart 1986 afscheid van Diva, het blad dat wij noemden de Lefgozer onder de damesbladen. En dat was het ook. Met 5 vrouwen hebben we Mama Cash opgezet. En dat had er ook mee te maken dat ik had geld geërfd. En ik zat tot zover in alles wat met vrouwenbeweging te maken had. Dus ik zag ook heel goed dat er voor een heleboel dingen geld nodig was wat er niet was. En Mama Cash was een eerste stap om een fonds op te zetten waarin we zelf de dingen konden financieren die we nodig vonden. En waarin vrouwen zelf de beslissingen konden nemen ook over waar geld naartoe ging en hoe dat moest worden besteed. En dat niet door een subsidieinstantie of een goedwillend fonds met regels werd beslist, maar dat we dat zelf deden. Eerst hebben we dus overal kleine briefjes opgehangen. Er is een vrouwenfonds en als je geld wil, dan moet je het aanvragen. Er waren nog geen regeltjes hoe je dat precies moest doen, maar dan kregen we brieven en die waren ook allemaal met de hand geschreven. En wij schreven dan ook allemaal met de hand terug. En dan gingen we erover praten met z'n vijven en dan zeiden we, ja, maar dat is een beetje privé of dat is een beetje dit of dat. En dan, nou, uiteindelijk na 5 jaar hadden we een helder, min of meer helder programma en wat wij eigenlijk wel geld aangaven en wat niet. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen. Het is georganiseerd verleden jaar voor het eerst door een stel vrouwen uit de vrouwenbeweging. Die er zeker van zijn dat er zo'n rijkdom is aan vrouwenactiviteiten, cabaret, toneel, muziek. Dat het best onderhand naar buiten gebracht kan worden. En dat dus met een festival jaarlijks. We hebben vergaderingen gehad. Toen kwamen mensen met ideeën aan. En een van die ideeën kwam van Carla Schrama. Die kwam op het idee om het Amazone-verhaal uit te beelden in het Vondelpark. En zij was bij een manege en zij kon dan wel die paarden organiseren. En Maaike Meijer heeft toen de tekst geschreven. En toen hadden we daar een enorm Amazone-spektakel. Dus Henny stond aan de ene kant van het podium en ik stond aan de andere kant van het podium. En dan over dat grasveld speelde zich dat allemaal af. Al die hollende paarden en die meisjes en kleine meisjes met zwaarden. En nou, het was geweldig. Daar waar de Grieken dachten dat de wereld ophield, daar aan de voet van de Oeral, daar leefden de Amazones. Zij behoorden zichzelf toe.
Athene, in het Griekse Attica, was pas gesticht. De Grieken waren bang. Maar ze schreeuwden eroverheen en ze bluften tegen elkaar op. Wij durven naar de Amazones toe. Stellen we ons voor dat er dit jaar één dag festival is, volgend jaar twee dagen festival. In 365 jaar bereiken we dus een doorlopend festival. Het was voor ons heel erg belangrijk om een eigen levensstijl te ontwikkelen, omdat die er helemaal niet was. En dat ging over alle gebieden van het leven. Kleding, dus we droegen geen tuinbroeken, wat iedereen denkt. Maar we droegen hele zwierige, androgyne mannenkleren uit de jaren 30. We hadden een speciale haardracht, coupe lesbienne geheten. Er ontstond echt een nieuwe mode. Het was meer ja, een soort garçonne-achtige stijl, met vestjes en mannenbroeken, maar ook weer heel vrouwelijk. Het was heel mooi. Het was gewoon een soort wezen wat tussen de seksen in stond. In het kader van een nieuwe levensstijl ontwikkelen, gingen we ook de monogamie aflasten. En ja, die jaloers mocht je ook niet zijn. Nou, dat ging natuurlijk niet zomaar, 1, 2, 3. Dus er waren ook huisoverdrama's en dan weer verzoeningen. Maar dat soort dingen hoorden er gewoon allemaal bij. En ik denk dat we inderdaad toen een basis hebben gelegd voor de lesbische cultuur zoals die nou bestaat. Er was echt helemaal niks. Het was een soort experimentele speeltuin die we hadden. Ik denk dat het belang voor alle vrouwen was, maar wij hadden de handen vrij. Wij werden niet gehinderd door, ja, dat kan ik niet denken, want ik heb een man thuis of ik heb een vriend. Of ik functioneer in een heteroseksuele wereld. Wij waren vrij. Wij konden denken wat we wilden. Wij konden alle ideeën ontwikkelen die we wilden. We ain't got it easy, but we got it. Weet je, dat hele ideaal. We waren gewoon utopische idealisten, maar tegelijkertijd voelden we ons ver verheven boven wat er was. En ook verheven boven politieke discussies. Weet je, je gaat mengen in de politiek, de verzuiling van die tijd. En wij maakten eigenlijk cultuur tot politieke issues. Ik was bij Martha Voren. Zij werd gebeld door iemand uit Amerika. En die zei, er is hier een of andere gek, Anita Bryant. En die zegt de meest verschrikkelijke dingen over homoseksuelen. Dus dat heeft heel veel aandacht gekregen in Amerika. En die Amerikaanse gay movement, die daar eerder was dan wij hem hadden, die hebben geprobeerd om over de hele wereld, waar zij contact konden maken, een internationale homoseksuele mars te organiseren. We hebben bijvoorbeeld de eerste homo-demonstratie in 1977... georganiseerd. Dat waren de lesbische vrouwen die daar de organisatie van in handen hadden. Wij hadden zo gedacht dat we een mooie, stille, rustige stoet wilden hebben. Met hier en daar treinliederen aan te heffen, omdat het dan zo'n beetje troeperig wordt. Dat doen we dan wel op het eind. Gewoon een grote mars doen door de stad. We vragen gewoon nog toestemming aan de politie. En we kregen ook toestemming. We kregen begeleiding met paarden. Het was heel mooi.
We trokken van de Amstel helemaal door de Leidse straat naar het Leidseplein. Volgens mij stonden de meeste mensen met hun mond open. Maar ja, je gaat zo op in dat geweldige, euforische gevoel. Ik kan me nog heel goed herinneren die dag. We waren eigenlijk heel trots toen. Nou ja, gewoon dat we met zoveel te waren. Dus het was zoveel. Ik bedoel, je organiseert dat en je moet het maar afwachten. Maar het was een hele lange stoet. Veel jongens waren er ook op afgekomen, wat ook goed was. Het was gewoon een geweldig gevoel om met zoveel mensen, want het waren er heel veel mensen kwamen, om zoveel mensen over straat te lopen en proud to be gay te zijn. Hè? Want dat was nog niet, dat was nieuw. Stond helemaal niet. En dat proud to be gay, dat was Lesbian Nation heel erg en dat was die demonstratie ook. En ik denk dat dat ook een beetje verschil was met die andere groepen. Daar zat dat blije en proud niet zo in. Dat was meer nadenken en theorieën erbij halen. En wat ook belangrijk was, want het was allemaal belangrijk. The Lesbian Nation. Van de Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit. Vrouwengroepen COC. Het Flikkerfront. De landelijke werkgroep van homo- en biseksuele vrouwen 7152. Private sexfacissimo. En vervolgens private molto aggressivo. Dus nu eerst private sexfacissimo. Marianne en ik gingen samen naar een kroeg. We kenden elkaar nog pas. Helemaal alleen hier? We zeiden dat we niet gestoord wilden worden. Jullie zijn zeker lesbisch? Ja, zeiden we. Wat jullie nodig hebben is een goede beurs. Nou nee, zeiden we. Vertel dan maar eens hoe jullie het samen doen. We zeiden dat we konden oprotten. Smerige mannenhaters! Het lesbisch prachtboek dat is in 1979 verschenen. En we hadden het gevoel van activisme is één ding, demonstraties. Maar we moeten vooral ook nadenken. We moeten eigenlijk gewoon analyses schrijven van de cultuur waarin we leven, van de geschiedenis, moeten andere literatuur maken. Toen is ook de label cultuurfeminisme geboren. We hadden het idee dat we de hele cultuur moesten veranderen. Dus niet alleen maar dingen in de buitenwereld, maar ook dingen in de binnenwereld en ook dingen in de cultuur en de perceptie van de geschiedenis. En maken gewoon een boek met die vernieuwing die wij nastreven in de fotografie, in de literatuur, in de geschiedschrijving, in de beeldcultuur, dat gaan we gewoon neerzetten. Ik zou zo graag een heks zijn, maar als ik het probeer, dan is mijn zwarte hoed een hoed en is mijn bezem om te vegen. Toch, 's avonds voor ik inslaap, dan gonst het in mijn huis van eeuwenoude geesten. Aan plezier geen gebrek. Ik had bedacht, we moeten de opkomst van het patriarchaat in beeld brengen. Dus ik wilde een auto, zo'n foute auto, zo'n mannenauto, zo'n grote jeepachtige zwarte auto met geblindeerde ramen. Die moeten we uit het water omhoog laten komen. Dus uit het onbewuste komt dan dat gepantserde voertuig de wereld in op hoge wielen en onzichtbaar. Ik dacht, dat is de opkomst van het patriarchaat. Nou, zo'n auto was natuurlijk niet te krijgen. En als tegenstroom
heb ik toen een brief rondgestuurd of ze wilden komen om het feest te vieren. En dat was dan het feest, het uitkomen van het lesbisch prachtboek. Ja, het gaf ook een soort verdieping aan de beweging. Dat je niet alleen maar met demonstraties en activisme en korte termijn doelen, maar dat je ook gewoon in een andere wereld wilde leven en de cultuur daarvan zichtbaar wilde maken. Abortus is een van die issues, net als prostitutie of homoseksualiteit of de rechten van homo's dan. Dat zijn onderwerpen die heel gevoelig liggen en waar iedereen zich enorm druk over kan maken en die ook altijd door blijven gaan. Dus nu is de abortus komt wel weer aan de orde en in de Verenigde Staten speelt het opnieuw weer heel erg heftig. En dat zijn onderwerpen die eigenlijk nooit, je kan niet denken het is klaar, ik draai me om, ik ga iets anders doen. Het komt altijd weer terug. Ja, het was natuurlijk een hele vernieuwende beweging, heel tintelend van nieuw elan. Maar als ik nu terugkijk, dan zie ik ook grote manco's. Bijvoorbeeld, ik als Indo zat wel bij Lesbian Nation, maar er waren verder geen zwarte vrouwen. En ik denk dat dat komt omdat diversiteit was in die tijd in de hele maatschappij absoluut niet een issue. Maar vooral ook omdat in onze beweging, in de Lesbian Nation en misschien kan ik wel zeggen in de hele vrouwenbeweging van toen, de issues die voor zwarte vrouwen belangrijk waren, zoals racisme en witte onschuld, het feit dat witte mensen zichzelf zien als eikpunt en ook als niet racistisch, dat helemaal geen issues waren die bij ons ter discussie stonden. Dus die beweging, de vrouwenbeweging en de lesbische beweging was heel erg wit. En dat is nu al anders. Mijn bewustzijn daarover kwam eigenlijk toen in 1984 Gloria Wekker begon met Sister Outsider. Dus een club van lesbische zwarte vrouwen. En zwarte vrouwen begonnen toen veel meer aan de weg te timmeren en ook zichzelf veel zichtbaarder te maken en zich uit te spreken. En dat was voor mij ook een heel erge eye-opener die me heel erg drukte op mijn Indische achtergrond, waar ik tot dan toe eigenlijk niet zo heel veel aandacht aan besteedde. Inmiddels. Het is het 40 jaar jubileum, is dit jaar gevierd. Ik denk dat Blijf van mijn Lijf de grootste sociale betekenis heeft gehad. We vieren vandaag 40 jaar Sorijn en we vieren een successtory. We vieren dat we een café hebben wat een fijne en vrolijke en veilige plek is voor vrouwen al 40 jaar lang. We zijn nog steeds een van de grotere arthouse filmdistributeurs in Europa. En het zal wel heel gek gaan zijn als we dat niet voorlopig nog wel blijven. Ben je trots op wat je... Ja, ik ben heel erg trots op wat we bereikt hebben. Mama Cash is nog steeds, werkt heel goed. Ondersteunt vrouwenacties en vrouwengroepen in de hele wereld en doet dat voortreffelijk. Ja, vrouwen hebben gewoon veel meer zelfrespect, waardigheid, doen veel meer, zijn veel meer zichzelf, nemen elkaar vooral veel serieuzer dan vroeger. Dat is een soort immateriële nalatenschap, maar één die wel heel erg aanwezig is, denk ik. Het was voor het eerst dat vrouwen opstonden en zichzelf lieten zien. Het was voor het eerst dat lesbo's hun identiteit gingen verkennen. En dat was nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis. Het was voor het eerst ook dat Nederland kennis maakte met een zichtbare lesbische identiteit. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is die we hebben nagelaten.
wat er in die jaren is gebeurd, dat is gewoon doorgegeven aan de dochters, aan de kinderen. En dat wat wij wilden, dat er een positief beeld van lesbisch tevoren. Ik denk dat dat gelukt is. Ik denk dat er toch langzamerhand een soort moderniteit is gekomen om lesbisch te zijn.